zijn aan de leur. Maar geen paniek, want samen gaan we deur. Ik zeg het tegen iedereen, God de fur. Hier zijn we grandioos in fun. Wij zijn gearriveerd in Eelde. We gaan naar Polling, we gaan naar Polling. Niet naar Kim, maar naar Wim. Hé Wim, heb je tandenborstel? Ja, ja, goed Wim. Wim is de tanden aan het poetsen. Ja, wel hier. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die jongens? Ja, goed. Prima. Ja? Ja, ja, zeker. Met die ook? Ja, best. Ja, gezond? Ja, met die ook? Ja. Ja, ja, ding in orde. Anderhalf meter afstaan, hè? Ja, dat is goed, hè? Ja, zo. Zo, ik wil die ook nou dichterbij hebben. Nee, dat doe ik niet gauw. Maar normaal alleen maar ook nooit, hè? Nee. Dat gaat zo. Zijn we nou beleven? Zullen we naar de garage? Ik wil de garage graag even zien. Ja, dat kan wel. Kijk, ze hebben allemaal oranje shirtjes aan. Want Wim, jij zou naar de Formule 1? Ja, nee, de partner uit Nederland die heeft een, nou ja, een sponsoring bedacht. En voor elke polo die wij kopen, gaat een deel van naar spieren naar spieren. Oh, dat is te veel kost zeker. 500. 500? Ja. Oh, kijk. Oh. Topper, hè? Ja, echt. Maar hoe gaat het in de autohandel nu? De handel is iets rustiger, maar we verkopen dan nog 4-5 auto's per week. Ja. Maar toch nog gewoon? Ja, ja. De handel is iets meer, maar nu wat minder. Maar het gaat toch nog wel redelijk door. Ja. En de werkplaatsen die zitten ook een beetje vol met de planning, dus ja, we mogen echt nog niet klaar. Zo. Het is één week behoorlijk, toen het zeg maar bekend was het heel rustig met de telefoon. Dachten we van, nou is het telefoonstuk, maar nee, het was dus niet zo. Maar het kwam toch langzamerhand, komt het ja, op deze manier, zoals we nu de samenleving hebben, komt toch weer op gang. Nou, ja, vroeger deden wij, toen wij jong waren, deden wij dit gewoon met de hand. Ja, gelukkig niet. En dan waren we nog een collega die tilde dan iemand op, maar dat hebben jullie allemaal niet meer, hè? Ja, het is veel makkelijker. Ja. Best wel mee. Ja. Hier heb je geen spierballen meer voor nodig, hè? Nee. Het zijn een beetje wakjes geworden, maar dat geeft niet. Ja. Tadaa. Tadaa. Je zou het bijna vergeten. We hebben Erik Siegers bij ons en Marloes. Ja, zij zijn natuurlijk accountmanager. Ze moeten hem een bal geven. Marloes. Ja. Kom. Oh ja. Ja? Gewoon even de bal. We hebben nog een cadeautje voor jullie. Kom je bij? Ja, dat wil ik ook. Zal ik hem zo aan jou geven? Ja. Nou, kijk eens. Staat er, hè? Zal ik hem nou eens staan? Hallo, mijn afstand, ja. Ga je vangen? Ik ga hem op de grond. Ja, vang hem maar. Hoppa! Hey! Dankjewel. Kom mijn handtekening erop. Dankjewel. Wim? Ja, hallo. Mis jij het voetbal ook? Ja, tuurlijk. Ja? Ja. En de gezelligheid ook. Alles. Die combinatie, hè? Ja. 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 Alle leuke dingen is voorbij op dit moment. Zo noem ik het dan maar. Beetje rare periode, hè? Hele rare periode, ja. Nou, zet hem op, jongen. Ik hoop voor jullie dat het zo blijft. Ik ook. Tot ziens. Tot ziens. Kop de vuur, hè? Kop de vuur. Ja, kop de vuur. Kop de vuur. Hij wil van ons af, zie je dat? Ja, ja. Ik loop ook al stiekem naar de, ik ga naar de achtergrond. Nou, nou, doei. Doei. Kop de vuur. Hier zijn we grandioos in fun.